Welkom en leuk dat u kijkt naar een nieuwe aflevering van het Happy Hour Business Journaal van de maand juli. De vierde alweer en vandaag weer met mijn trouwe gasten aan tafel. Aan de overkant Rob Michelbrink, voorzitter van de Business Club. En Hans-Martijn Ossendorp, directeur van de Graafschap. Fijn dat jullie er wederom zijn. Rob, afgelopen week de vakantieborrel. Hoe was het? Leuk, het was echt superleuk. We hadden een prima avond. We waren bij het Onland. Wilfried had ons uitstekend verzorgd. Klein probleempje was dat we eigenlijk buiten zouden zijn en uiteindelijk toch naar binnen moesten omdat het weer niet toeliet. Ja, ik begreep zelfs dat er anders blauw-witte koeien hadden gestaan, ja, toch? Wilfried had het grapje bedacht om zijn rood-bonte koeien blauw-wit te spuiten, zodat we dus echt weer het superboerengevoel hadden kunnen uitstralen. Maar dat is helaas niet doorgegaan, maar het was een hele goede avond, goede opkomst. Je kon merken dat iedereen weer... uitkijk naar het seizoen, zeg maar. Want iedereen wilde graag weten hoe het ervoor stond en hoe het er met de club voor stond. En hoe gaan we verder in het nieuwe seizoen. Ja, Hans-Martijn, was voor jou ook fijn om alle sponsoren weer te zien in het echt, denk ik. Ja, het was fantastisch. Het was echt ook een hele ontspannen setting. Je merkte echt dat iedereen weer bij elkaar wilde zijn. En ik moet zeggen, dat hebben ze ook over het algemeen keurig gedaan op de 1,5 meter die daarvoor gesteld was. Dus we hebben laten zien dat we het kunnen. Ja, Rob, hoe is de stemming onder de sponsoren? Ja, is eigenlijk uitstekend. We hebben het al vaker gezegd, hè, dat de stemming heel goed is. Maar ik denk dat de cijfers het nu ook wel hebben laten zien. We hebben 96% van de bestaande sponsoren hebben het contract voor volgend jaar verlengd. En blijven dus een trouwe sponsor. Dat is veel, toch? Dat is echt heel erg veel. Dat zie je bij onze buurtclubs op professioneel niveau in ieder geval helemaal niet. En daarnaast zijn er ook 7 nieuwe sponsoren die... ondanks de coronacrisis ingestapt zijn. Ja, en misschien is het allerleukste wel. Nou, nee, niet het allerleukste, maar ook heel erg leuk. Is dat we 4 nieuwe herenboeren erbij hebben. Okay. Dus ja, daar komt straks vast nog wel wat meer over te vertellen. Maar daar zijn we ook wel heel erg content mee dat ook nog gelukt is. Dus alles bij elkaar. Alle ingrediënten aan de zakelijke kant zijn er om een prima nieuw seizoen te kunnen beginnen. Nou, dat is fijn om te horen. Over de herenboeren gaan we het inderdaad straks nog even hebben met mijn volgende 2 gasten. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst nog even naar jou, Hans-Martijn. Want ja, in de media lezen we heel veel over het publiek bij de start van het nieuwe seizoen. Er werd gezegd 7000 mensen in het stadion. Gaat dat gebeuren? Ja, we hebben om te beginnen steeds gezegd, we doen er echt alles aan om zoveel mogelijk mensen een plek te geven in het stadion. En dat is best een hele ingewikkelde opgave. Op enig moment zijn wij samen met 6 andere clubs ook een soort pilot geworden, zeg maar, voor de KNVB en de regiegroep Voetbal en Veiligheid. Hoe kun je nu met aanvullende maatregelen bijvoorbeeld die 1,5 meter grens doorbreken? Daar hebben 7 clubs een plan voor ingediend. Daarvan hebben we gisteren helaas te horen gekregen dat plan niet doorgaat. Dus ik heb vanmiddag bij de gemeente gezeten, bij de burgemeester en zijn staf om te kijken van oké, als dat nou niet een gegeven is, hebben we het werk nou voor niets gedaan of kunnen we andere mogelijkheden bedenken? Ik moet zeggen, zeer veel medewerking vanuit de gemeente om samen te kijken hoe kunnen we nog steeds zoveel mogelijk mensen, sponsoren en supporters toelaten tot het stadion. Daarbinnen proberen we echt de ruimte op te zoeken die de noodverordening geeft. En daar heb ik eigenlijk nog wel vertrouwen in dat we echt nog wel, of we dat helemaal 7000 of 7500 halen. Maar ik heb echt wel vertrouwen dat we met een mooi gevuld stadion en zoveel mogelijk mensen de competitie kunnen gaan starten. Maar dat gaat de komende, nogmaals, dit gesprek heb ik vanmiddag gehad. Dat gaat de komende dagen en misschien de komende weken echt nog wel even wat tijd en werk kosten. Maar hoe gaat het dan eruit zien? Gaan ze dan, moet ik me voorstellen dat supporters en businessclubleden 1,5 meter ook uit elkaar moeten zitten? Meerdere stoeltjes ertussen? Of? Nou ja, dan kunnen we dat. Er zijn een aantal maatregelen, ook binnen die noodverordening. Bijvoorbeeld gezinnen mogen bij elkaar zitten of huishoudens mogen bij elkaar zitten. Jongeren tot 18 mogen bij elkaar zitten. Je mag even, binnen de noodverordening is toch ruimte dat we ook met 2 mensen bij elkaar mogen zitten. Dus je zou kunnen zeggen dat als je gezinnen nu bij elkaar zet en je zet de kinderen in het midden, dat de volwassenen dan op die 1,5 meter van elkaar komen te zitten. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om te kijken hoe je zoveel mogelijk mensen in dat stadion krijgt. Er zit wel een zekerheid in dat mensen die eerste wedstrijden, dat we nog steeds in de tijd van maatregelen voetballen. Ja, is het wel heel lastig om mensen op hun eigen plek te laten zitten. Dus het feit dat we mensen in het stadion laten ten opzichte van 2 weken geleden, zeg maar, toen nog niets mocht. Dat moeten we als de winst gaan zien. Maar zal met beperkende maatregelen zijn. En ik heb steeds beloofd, ik zal mijn stinkende best doen, zoveel mogelijk mensen in het stadion te laten.
met beleid, want we moeten niet naïef zijn, dat willen we ook niet, aanvullende maatregelen en zo goed mogelijk kijken naar de placering. En dan heb ik goede hoop dat we veel mensen blij kunnen maken met de plek in het stadion. Ja, Rob, ik denk dat zowel de businessclubleden als de supporters, wat natuurlijk allebei supporters zijn, niet alleen voor het voetbal naar de Graafschap komen. Ik denk dat het gezelligheidsaspect daar ook een heel grote rol in speelt. Ja, dat zal bij de sponsorleden zo zijn, maar ik denk bij de supporters ook. Kunnen zij een derde helft hebben na die tijd? We hebben natuurlijk binnen de horecagelegenheden in het stadion hebben te maken met de maatregelen die de horeca ook heeft. We kunnen niet in ons stadion andere dingen doen dan de beperkende maatregelen waar de horeca mee te maken krijgt. Dus het zal de eerste periode niet zijn zoals het afgelopen seizoen. Dat is een zekerheid. Maar we gaan proberen in ieder geval te zorgen dat we langs de tribunes gaan om mensen wat te drinken op de tribune te reiken, zodat je geen dromme mensen rondom horecapunten hebt. Binnen de businessclub zullen we echt moeten kijken of we mensen in ieder geval zullen moeten zitten. Dat is nou eenmaal een van de maatregelen die de horeca ook kent. Die kennen wij dan in het stadion ook. En daarbinnen hebben we afgelopen donderdag bij de bijeenkomst van de businessclub gezien dat het eigenlijk nog best heel gezellig te maken is. En ja, het handhaven van de maatregel is wel lastig. En tegelijkertijd, als we mensen aanspreken, dan zal ook het gezonde verstand van de mensen overwegen. Want als het niet lukt en als we er een janboel van maken, ja, dan zullen de maatregelen worden teruggeschroefd. We moeten echt met elkaar. Nou ja, dat willen we natuurlijk helemaal niet. Dat willen we niet. We moeten echt met elkaar daar een succes van maken. En als we dat doen met verstand. Een begrip van een ieder waarschijnlijk. Een begrip van een ieder voor het feit dat wij corona ook niet bedacht hebben. Hè? Daar moeten dat we echt kijken of dat goed gerealiseerd kan worden. En ik heb daar goede hoop op. Nou, fijn. Ik heb ook iets gehoord over een stichting die jullie in het leven hebben geroepen. Ja, laat ik even 3 jaar teruggaan. Toen ik begon als algemeen directeur bij de Graafschap, toen heb ik al aangegeven, ik zou heel graag de sociaal-maatschappelijke verankering van de Graafschap in de regio Achterhoek veel verder willen verstevigen. Nou, daar hebben we de afgelopen jaren veel initiatieven opgenomen. Graafschap heeft denk ik steeds meer ook een sociaal-maatschappelijke gezicht gekregen. En we vonden de tijd worden om dat ook zeg maar, te vervatten in de stichting. De stichting De Graafschap Verbindt heeft verleden week inderdaad het levenslicht gezien. En daaraan gaan we op thema's als onderwijs, arbeid, sport en vitaliteit echt verbindingen zoeken in de Achterhoek samen met bestaande initiatieven. Zodat we ook zeg maar, het netwerken rondom de Graafschap en in de Achterhoek met elkaar gaan verbinden in die stichting De Graafschap Verbindt. Daar hebben we een heel mooi bestuur voor gevonden. Ja, kun je eens even voorstellen? Nou, Rob Holtzlag. Ik denk dat iedereen Rob Holtzlag wel kent. Heel erg betrokken, ook al jarenlang bij de Graafschap. Is de voorzitter van De Graafschap Verbindt. Sabine ten Holder van Sesing Flex. Zit in het bestuur. Cyril Kantuin, ook al heel erg lang en maatschappelijk betrokken, maar heel lang bij de Graafschap betrokken, is een van de bestuursleden. Hans ter Lindert, wethouder van de gemeente Aalten. En ook wel leuk om te zeggen, gekozen tot beste bestuurder, Nederlands bestuurder van de kleine gemeenten. Okay. Is een hele maatschappelijk geëngageerde wethouder die ook in het bestuur zit. En ik mag daar zelf ook in zitten. En zo hopen we samen met de medewerkers van de club echt hele mooie dingen te doen voor een nog sterkere Achterhoek. Mooi om te zien dat er zoveel prominente Achterhoekers betrokken zijn bij het maatschappelijke gedeelte van de Graafschap, bij de stichting De Graafschap Verbindt. Inmiddels zijn er weer 2 nieuwe gasten bij mij aan tafel geschoven. Henk Bloemers, het gezicht van de commerciële afdeling van de Graafschap, en Verina Hon. En jij bent eigenaar van Marktlink en expert op het gebied van fusie en overnames. Heren, leuk dat jullie er zijn. Hoe is het? Vraag je aan mij? Ja, dan vraag ik aan jou, Henk. Ja, goed. Ja, eigenlijk wel, ondanks alle omstandigheden en corona-perikelen en alles wat erbij komt, ja, gaat het eigenlijk wel heel goed. En dan praat ik met name dus over het wel en wee van de Graafschap en vooral mijn pakje Jan, het commerciële verhaal. Ja, we mogen niet klagen en dan zeggen ze in de Achterhoek, dat moet je ook niet doen. Dus wij zijn heel tevreden. Nou, jullie zijn beide heel erg betrokken bij de Herenboeren, dat is ook de reden waarom jullie hier vanavond zitten. Ferry, kun je eens vertellen hoe de Herenboeren ontstaan zijn? Ja, dat kan ik zeker. Dat was een jaar of 4 geleden. In een tijd dat het financieel wat minder ging met de Graafschap. We aan het opkrabbelen waren uit diepere dalen. We eigenlijk geen sponsoren voor op het shirt hadden. En toen met een aantal ondernemers bij elkaar zijn gaan zitten van hoe zouden we dat nou wat structureler kunnen oplossen voor de club. Zonder weer afhankelijk te zijn van 1 of 2 hele grote sponsoren die dan dat gat dichten of dat shirt vullen.
Iets meer zekerheid. Ja, iets meer draagvlak, iets meer zekerheid. Nou, daar hebben we inderdaad een aantal keren over gesproken. Toen ook Henk, die destijds nog in dienst was bij Heerenveen, ja, er natuurlijk een beetje bijgetrokken. Met elkaar een plan gemaakt om een club op te richten die met elkaar een beetje zo op zijn achterhoeks. Hè, dus samen dran is dan vaak het kreetje wat je vaak hoort. Maar in ieder geval met z'n allen een steentje bijdragen aan het fundament van de club. En daar is uiteindelijk zeg maar, het concept Herenboeren uitgerold. Een club van betrokken Achterhoekse ondernemers en ook een aantal privépersonen. Die het belangrijk vinden dat de club er goed voor staat. Een attractieve rol in de regio speelt op allerlei terreinen. En sociaal-maatschappelijk heeft Hans-Martijn het net natuurlijk al heel veel over verteld. Maar dat is ook wat de Herenboeren raakt en wat ze belangrijk vinden. Dus een financieel fundament onder de club leggen. Waarmee de club sociaal-maatschappelijke dingen ook kan doen. Maar ook bovenal gewoon een gezonde financiële huishouding. Waardoor we in eerste divisie tijden niet gelijk met de billen bloot financieel moeten. En in eredivisie tijden eigenlijk weer een paar stapjes op de financiële ladder kunnen stijgen. Ja, duidelijk. Henk, even terug naar jou. Ferry had het over Heerenveen. Inmiddels ben je alweer een aantal jaar terug op het oude nest bij de Graafschap. Maar wat is jouw rol binnen de Graafschap eigenlijk en binnen de Herenboeren? Ja, die rol is eigenlijk heel simpel. Ik moet gewoon zorgen dat we onze sponsoren behouden. Dat is denk ik prio 1. Proberen nieuwe te werven. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de Herenboeren. Kijk, we zijn toen destijds met een groepje van 3 mensen begonnen met de Herenboeren. En het is gewoon mijn taak om proberen nieuwe erbij te krijgen. Maar de afgelopen periode heeft vooral in teken gestaan van houden, behouden wat we hebben. Dat is het belangrijkste en van daaruit verder bouwen. En dat is een beetje mijn rol. En of het nou een Herenboer is of een sponsor van de Graafschap, in welke vorm dan ook. Eigenlijk blijft de inhoud exact hetzelfde. En hoeveel Herenboeren zijn er inmiddels? We hebben er nu, we hadden er 22. We hebben gelukkig 4 nieuwe erbij. Waaronder Guus Hering. Daar zijn we echt heel blij mee. Dus ik denk dat Guus ook een echte Herenboer is. En we zitten nu op 26. En we hebben nog wel ambitie om verder te groeien. En moet ik dat dan zien als een aparte netwerkclub ook? Ja, ik vind het wel mooi dat je die vraag stelt. Want zo wordt er een beetje tegen aangekeken vanuit de businessclub. Maar dat is absoluut niet aan de orde. Het is meer een platform. Van een aantal, wat Ferry al zei, een aantal grote sponsoren die daarnaast ook nog gewoon sponsor zijn bij de club. En op wedstrijddagen, op de happy hours, bewegen ze zich ook gewoon rondom alle andere sponsoren, zoals het ook hoort. Maar daarnaast hebben we wel een aantal netwerkbijeenkomsten, specifiek voor de Herenboeren, waar eigenlijk alleen maar de Herenboeren welkom zijn. Ja, en die worden heel goed bezocht, daar zijn ze ook heel erg tevreden over. Dus op dat moment kun je wel praten van een aparte club. Maar eigenlijk is het geen club in een clubje van de Graafschap. Absoluut niet. En zo willen ze ook niet gezien worden. Eigenlijk is het credo, wat jij net ook al zei, gewoon samen dran. Exact. En zo willen ze ook zeker niet gezien worden. Nee. Nee. En als je het dan over Herenboeren hebt, de eerste 3 jaar die zijn inmiddels voorbij. Ja. Hoe is dat geweest? Nou ja, eigenlijk natuurlijk heel mooi hè, dat je ooit een plannetje bedenkt met een aantal mensen en dan eigenlijk heel snel boven de 20 leden uitgroeit. En als je dan 3 jaar verder bent en dan constateert dat iedereen zonder uitzondering weer opnieuw voor 3 jaar verlengd heeft, ja, dan zegt dat eigenlijk alles. In die jaren zijn we ook elk jaar met 1 of 2 gegroeid. En je ziet nu na die verlenging eigenlijk van je bestaande heren weer 4 nieuwe. Nou, de ambitie is eigenlijk om snel door te groeien naar 40. Zodat we eigenlijk gewoon een hele mooie club mensen hebben die nog een stap extra doen voor de club. Want dat is denk ik wel wat Henk net ook zei. Het zijn eigenlijk allemaal zonder uitzondering ook gewoon businessclubleden die naast het Herenboerenlidmaatschap ook gewoon een stoel en boarding en dat soort faciliteiten hebben. Ja, want zitten daar eisen of voorwaarden aan om Herenboer te kunnen worden? Ja, we hebben ooit gezegd, het zou toch heel mooi zijn als mensen die dat kunnen, bedrijven die dat kunnen, nog een stapje extra doen voor de club. Dus naast de 2 stoelen, 3 stoelen, 5 stoelen, 10 stoelen, beneden, boven en boarding. Lid worden van de Herenboeren om dat financiële fundament te leggen waardoor de club kan doen wat hij eigenlijk doet op dit moment. En dus dat is een beetje de gedachte. Een stapje extra doen voor de club naast wat de meesten natuurlijk al doen. Die doen al heel veel voor de club en dat moeten we niet vergeten. Ja, Henk, we komen inmiddels alweer in de buurt van het nieuwe seizoen. We zijn weer aan het trainen. Er komt een oefenwedstrijd aan volgend weekend. Of volgende week, volgende dinsdag. Daar gaan we het nog over hebben, straks in het tweede gedeelte. Maar hoe ziet het er volgend jaar op commercieel gebied uit? Ja, op commercieel gebied, wat ik al zei in de inleiding, mogen we zeker niet klagen. Rob vertelt het ook al in het eerste gedeelte. Dat we heel blij zijn dat inmiddels ongeveer 96% verlengd heeft. Maar het mooiste is, en ik heb af en toe het idee in de Achterhoek dat er helemaal geen corona is geweest als ik zo met de sponsoren praat. De horeca neem ik dan even niet mee in het verhaal, want die hebben het natuurlijk heel erg zwaar. Maar als ik kijk commercieel gezien, mensen breken contracten open, gaan meer doen.
We hebben zelfs weer een paar nieuwe erbij. Dus wat dat betreft hoor je ons zeker niet klagen. En ik zeg ook tegen Hans Martijn, ik snap er niks van wat er aan de hand is hier. Maar het is commercieel gezien gaat het heel erg goed. Is er iets waardoor je denkt dat het daar... Ja, tuurlijk wel. Kijk, er zijn een aantal dingen die meespelen. De corona-verhaal. En daar heeft het heel moeilijk mee. En er zijn natuurlijk een aantal ondernemers die hebben gezegd, nou, nu moeten we de club vooral steunen, gezien de maatschappelijke functie. We hebben natuurlijk meegespeeld dat de KNVB was even tegen ons. Dat heeft ook geholpen. Het klinkt misschien heel raar, maar in het idee van de Achterhoek, nu zullen we eens even laten zien dat wij de club iedereen zijn. Iedereen stond er wel. Iedereen ging erachter staan. En we gaan nu ook promoveren. Dat zal Mike dadelijk ook nog wel gaan vertellen. Dus iedereen heeft nu zoiets. Nu gaan we met z'n allen achter die club staan. En we gaan die club steunen op welke wijze dan ook. Ja, en dat is wel een heel mooi gevoel wat er ontstaat. Plus het feit dat we natuurlijk heel erg goed bezig waren met de club. Want we stonden op promotie. Er zat de flow in. We hadden na de winterstop 1 keer gelijk gespeeld. Dus er was een hele positieve vibe rondom die club. En als ik nou ook zie wat de supporters allemaal doen. Iedere zaterdag hoe ze dat stadion aan het schilderen zijn. Ja, daar wil iedereen gewoon bij horen. En dat is denk ik op dit moment het positieve ervan. Nou, supermooi om te horen. Ja. Ik denk dat wij ons daar alleen maar bij kunnen aansluiten. Ik denk dat het tijd is om even weer naar wat voetbal te gaan kijken. Want je snijdt al aan, ze gingen voor promotie. Dat zat helaas dit jaar niet in door de KNVB. Maar er wordt wel weer optimaal getraind. Nou, wat fijn om weer wat bewegende voetbalbeelden in het stadion te zien. En inmiddels weer 2 nieuwe gasten aan tafel. Rodi de Boer, nieuwe keeper, overgekomen van AZ. En hoofdtrainer van de Graafschap, Mike Snoei. Welkom. Jij moet je vast goed voelen nu het allemaal weer begonnen is. Ja, maar al heel snel weer een rustgevend gevoel gekregen. Want ja, we gaan wel weer snel over naar het voetbal, maar... eerlijk is eerlijk, onze shirtsponsor Sjoerd heeft al heel snel besloten om weer op het shirt te kruipen. En ja, in een periode dat er nog niet eens bekend werd dat Hans Martijn waarschijnlijk weer een heleboel mensen het stadion in gaat krijgen. Maar dat was wel een signaal. Herenboeren die weer eventjes makkelijk allemaal hun contract verlengen. Wordt heel makkelijk over gedacht, maar in deze moeilijke periode ja, geeft dat een enorme steun in de rug. Nou, en dan die hele grote andere sponsorgroep die enorm enthousiast is. Die meer dan 5000 nieuwe seizoenkaarten. Ja, dan kunnen we heel snel weer over voetbal praten, maar dat geeft dat rustige gevoel. Ja, dat heb je natuurlijk allemaal gezien in jouw vakantie. Heb je nog wat gedaan in de vakantie? Nou, ik ben ook gewoon weer even betrokken geweest ook bij het verhaal van Judith en Henk wat betreft die herenboeren. We hebben daar een prachtige avond gehad om ook met die mensen, en dat hebben we al een aantal keren gedaan, een bepaalde relatie op te bouwen. Dat is ook met de andere sponsoren, hè, om toch te kijken van hoe krijgen we dat rustgevende gevoel binnen de club weer terug. En we zijn best wel even emotioneel geweest met z'n allen. Ja? Hè, en enorm teleurgesteld. Omdat het voetbal in het gedrang kwam. Hè. Heel Nederland was het daar zelfs mee eens. Ja, we hebben jou een paar keer fel kunnen zien bij VI onder andere. Hè? Nou ja, maar ook iedereen binnen de club heeft daar even een mokerslag gehad. Maar de rust is teruggekeerd. Dat heeft het vooral het werk wat we hebben verricht vanaf 1 maart, of eigenlijk 15 maart, hebben we toch heel snel met ons lijstje in de hand de spelers binnen kunnen halen die we graag willen hebben. Ja, en een van de resultaten daarvan zit hier tegenover mij aan tafel. Rodi, welkom in Doetinchem. Welkom bij de Graafschap. Ja, je bent ook echt een superboer nu. Hoe is het om hier te zijn? Nee, hartstikke leuk. Ja, ik voel me gelijk thuis ook hier. Ik ben goed opgevangen ook door de spelers en door de technische staf en zo. Dus ik voel me thuis. Ja. Kun je eens iets vertellen over wat voor speler jij bent? Of wat voor keeper? Ja, ik ben een keeper. Ja. Nee, ja, ik ben een keeper. Ik heb heel mijn jeugdopleiding bij ADO Den Haag gespeeld. Toen heb ik een jaartje bij Telstar gespeeld, waar ik de trainer van ken ook. Toen naar AZ gegaan, daar 2 seizoenen nu gespeeld en nu dan verhuurd aan de Graafschap. En waarom de Graafschap? Ik denk dat ik mij hier gewoon het beste weer kan doorontwikkelen. Bij AZ ben ik natuurlijk tweede keeper. Ik mag niet meer een jong AZ spelen, dus ik denk dat dit voor mij de beste vervolgstap is. Ja, je sneed het net al even aan, Mike. Je had al best wel snel eigenlijk de selectie compleet. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, omdat we gewoon continu bezig zijn met lijstjes. Je moet gewoon goed je huiswerk doen. En we hebben een groepje mensen binnen de club die in eerste instantie het vizier hadden gericht op de Eredivisie. Daarnaast altijd rekening gehouden met misschien toch wel een negatieve scenario, wat uiteindelijk ook gebeurde. Dus we waren klaar, we waren paraat om de stappen te ondernemen. Maar dan beginnen de gesprekken en dan beginnen de momenten dat je spelers gaat uitnodigen voor een voetbalgesprek. Nou, en dat heeft best wel heel snel resultaat opgeleverd. Ja, veel vertelde je ook al in de eerste uitzending volgens mij, toen zaten we hier ook aan tafel, dat veel ook via beeldbellen ging. Dat is natuurlijk in verband met de coronacrisis, maar hoe denk jij dat voetbal Nederland er nu voor staat in deze coronaperiode? Nou ja, ik denk dat het allemaal uiteindelijk wel weer redelijk op zijn pootjes terecht gaat komen. Maar ik denk dat er ook wel een stukje realisme is teruggekeerd. Hè. Je ziet nog steeds heel weinig transfers. Heel veel clubs zijn toch nog aan het kijken van, wat staat ons nog te wachten? Of hoe gaat het eruit zien? En daarom refereerde ik net aan de rust die binnen de graafschap heerst. Hè. Wij hebben daar organisatorisch heel aardig voor elkaar. En dat betekent dus ook dat je weer uiteindelijk snel zo'n selectie op peil kan brengen. Want ja, er moest natuurlijk wel wat gebeuren. Ja, de druk waar jij gespeeld bij welke teams, Jong AZ, Telstar, was natuurlijk iets anders dan bij de Graafschap. Hoe ga je daarmee om? Hoe zie je dat voor je? Ik denk dat het voor mij ook alleen maar weer goed is voor mijn carrière, zeg maar, om daarmee om te gaan. Kijk, tuurlijk, bij Jong AZ is de druk vrij weinig, omdat je kan niet degraderen, je kan niet promoveren. Bij Telstar was het wel, zeker naarmate we het steeds beter gingen doen en zo tijdens het seizoen. Dat we in de play-offs ook kwamen. Ik denk dat het voor mijn carrière ook goed is. Ja, als ik me goed herinner, heb je tijdens het behalen van de periode ook nog op de Vijverberg gespeeld. Wat is je eerste indruk van de Graafschap? Ik kwam hier natuurlijk voor het eerst met Telstar, sowieso in de play-offs ook. Dat was al een indrukwekkende indruk met de supporters ook en zo, met de sfeeracties. Dat is me wel bijgebleven. Ja. En wat beleef je daar precies aan bij dan? Ja, het is toch indrukwekkend gewoon. Al die sfeeracties en zo. En ze staan er gewoon 90 minuten lang achter de Graafschap en zo. Dat is is dat wat je als keeper wil eigenlijk? Ik denk niet alleen als keeper. Ik denk dat iedereen dat wel gewoon zo wil zien. Ook al loopt het even niet. Als er hard gewerkt wordt en zo, dan staan ze 90 minuten lang erachter. Dat is wel mooi om te zien. Ja, toch die 12e man erbij. Mike, wat zijn de ambities voor komend seizoen? Ik denk dat ik dat wel kan raden, maar vertel eens. Nou ja, weet je, ik vind gewoon, en dat hebben wij weer prima voor elkaar, dat je eerst een goede groep moet zien te krijgen. Nou, en daar hebben we weer met elkaar gediscussieerd. Hè? Waar willen we nou weer naartoe? Nou, en dan hebben we gewoon met de directie en met de staf eigenlijk vrij vlot uitgesproken dat wij gewoon weer om die twee promotieplekken gaan meedoen. Hè? En ja, dat is dan heel ambitieus weer, maar dat past wel enorm goed bij de huidige situatie, maar ook vooral bij de club De Graafschap. En daar gaan we weer alles voor opzij zetten. Dat moet weer echt een ambitieus doel worden, want ja, dat is het kenmerk van een sterk elftal. Ja, ik neem aan dat jij ook graag naar de Eredivisie wil, Rodi. Ja, zeker waar. Wat de trainer zegt, we gaan gewoon voor die twee promotieplekken. En natuurlijk, het hoofddoel is kampioen, maar als het tweede plek is, dan is het ook prima. Nou ja, ik vind eigenlijk wel dat we dat feestje volgend jaar met z'n allen veel verdiend hebben, toch? Na dit rare jaar. Iedereen. En in die tussentijd heel inhalig zijn. Kijken wat er nog meer gegrepen kan worden. Met periodetitel of eventueel, wat we nu ook bijna in zicht hadden. Nog zo'n spannend slot met twee thuiswedstrijden voor de boeg. Cambuur wat vlakbij staat. Nou, zo'n situatie weer creëren. En ik denk dat de Graafschap daar ook weer enorm aan toe is om weer daar naartoe te werken. Ja, lijkt me ook. Rodi, aanstaande dinsdag de eerste oefenwedstrijd. Kijk je ernaar uit? Ja, zeker. Ik kan niet wachten om sowieso weer fijn om te trainen ook en zo weer. Maar de wedstrijden, daar doe je het voor. Dus ik kan niet wachten. Ja, want hoe gaat het trainen tot nu toe, Mike? Ja, leuk. Ik keek daar echt naar uit. Het leek net weer of je voor het eerst weer naar school ging na een lange vakantie. Hè? En dan kan je zeggen, ja, dat zal best wel lang geleden zijn. Dat klopt. Hè? Maar zo'n gevoel kreeg ik weer. En dat die jongens dan weer komen. Die nieuwe jongens die dan best wel ervaren zijn.
Maar zelfs een Verbeek die een beetje zenuwachtig is. Gewoon Elmo Liefding, die toch al de nodige ervaring heeft, een beetje om zich heen aan het kijken. Ja, dat vind ik altijd leuk aan het voetbal. En daar dan weer heel snel zo'n hecht team van maken, met elkaar. Niet alleen die trainer, maar weer met alles eromheen. Hoe doe je dat? Door iedereen erbij te betrekken. Hè? Door de mensen op kantoor. Maar ook vooral, hè, wij worden enorm goed gefaciliteerd. Dus als we zitten met elkaar te eten. We zijn altijd met elkaar. Hè? Best wel lastig op dit moment met alle veiligheidsaspecten. Maar toch proberen zoveel mogelijk met elkaar te kijken van... hoe kunnen we dat nou weer bereiken met elkaar? En dat is pittig, dat is een heel proces. Hè? Maar ja, we zijn gelukkig weer begonnen. Nou, Rodi, aanstaande dinsdag, wat verwacht je? Eindstand? Ja, dat is lastig om te zeggen. We gaan gewoon... Jij houdt een nul, neem ik aan, toch? Ja, dat uiteraard, ja. Nee, we gaan gewoon, spelen dan? Ja, dan is bij deze regel, neem ik aan, toch? Nee hoor, dan gaan we nog eerst even kijken. Ik heb mijn best gedaan, Rodi. Nee, maar dat is helemaal niet belangrijk, want we hebben een geweldig zwaar oefenprogramma met drie heerlijke affiches waar Hans Martijn zijn stinkende best doet om daar mensen bij te krijgen, want daar horen mensen bij. Dit zijn zulke leuke wedstrijden. Nou, daar wordt alles aan gedaan. En daar zullen we ook wel eens een tikkie of een draai om de oren krijgen. Nou, hoort ook bij het proces. Maar het belangrijkste is, en dat wordt van de week bekend, tegen wie gaan we spelen dadelijk de eerste competitiewedstrijd of die eerste serie van drie. Ja, en daar kun je dan weer van alles op loslaten. Want ja, we hebben niet zo'n hele grote groep, maar wel enorm veel concurrentie. En ik heb ze vanochtend nog verteld, die jongens. Dit lukt niet met 11 man, maar we hebben wel 16, 17 echt heerlijke spelers die iets moois kunnen bereiken. Maar met elkaar. En heb ik ook aangegeven, hè, er kunnen er maar 11 spelen. Maar ik denk als je dan wat breder bent, nu vooral voorin, ja, daar moeten we van profiteren. En wat denk jij aanstaande dinsdag? Ja, wild gokje? Nee, wij zijn verplicht toch om van dat soort ploegen te winnen. Hè? Maar dat vind ik helemaal niet zo belangrijk. Ik ben erg benieuwd of... Als je maar weer kan spelen. Ja, nou, gewoon ook of het al een beetje gestalte krijgt. Hè? Hoe gaan we dadelijk, hè, als een van de laatste wedstrijden... We hebben een prachtig affiche tegen Volendam thuis. Rechtstreeks op televisie. We krijgen nog Heracles. Dat zijn mooie wedstrijden in de voorbereiding. Nou, ik zie naast mij in ieder geval een blije trainer zitten en tegenover mij een blije nieuw keeper van de Graafschap. Die denk ik heel veel zin hebben om gewoon weer te doen waar het allemaal om gaat, voetballen. En hiermee zijn we ook direct aan het einde gekomen van deze uitzending van het Happy Hour Business Journaal. Volgende maand zijn we er natuurlijk weer, de derde donderdag. En voor nu wil ik u heel erg bedanken voor het kijken en mijn gasten van het eerste deel bedanken. Henk Bloemers, Verena Hon, Rob Michelbrink en onze directeur Hans-Martijn Ostendorp. Dank u wel en fijne avond. Ik heb al lief. De Graafschap Kovaar.